Laserstrategiecommunicatie is voor ons een heel belangrijk onderwerp, omdat we zo'n enorme toename zien van het gebruik van mobieltjes, maar in de toekomst misschien wel zelfrijdende auto's. Realiseer je dat dat allemaal via internet gaat. Dat redden we niet met alleen maar de technologie die er nu is. Daar is die optische technologie voor nodig. KubeCat is a small laser communication terminal and it's flying around the Earth orbit in an altitude of 500 kilometers with a speed of 28,000 kilometers per hour. In January this year, we managed to transfer the first data from the SmallCat to the ground station, and this is putting TNO as one of the pioneers in laser SATCOM technology. All of the systems themselves are very complex, and when you have to combine all the systems together, it makes it even more complex. Wat zo lastig is aan die laser-satellietcommunicatie, is dat je over hele grote afstanden een laser moet richten. Vergelijk dat met de vuurtoren op Texel, waar je een laser aan vastmaakt. En die laser moet een envelop op de Eiffeltoren raken. En bedenk dan ook dat diezelfde vuurtoren op Texel met 28.000 km per uur rondjes draait. Nou, dan heb je denk ik wel door hoe lastig dit is. We can bring high-speed internet access to remote and rural areas. Dat is belangrijk voor het maatschappelijk doel, wereldwijd internet, maar vooral ook Nederlandse bedrijven een positie geven in een miljardenwereld, waar honderden, misschien wel duizenden van dit soort terminals geproduceerd moeten gaan worden. Hopelijk door Nederlandse bedrijven. TNO is acting as a bridge between research institutes and the industry itself. Wij willen ervoor zorgen dat met onze technologie Nederlandse bedrijven onmisbaar zijn in wereldwijde constellaties. Wij willen kleine ASML's creëren. From the start we always try to listen to the industry and their needs and what are their challenges and what are their limitations. And all these requirements we already build into our technologies. And then we also try to bring them on board when we are developing things. I worked at TNO for 10 years. My company is called EFSO Instruments. We are developing and producing optical benches for laser communication terminals. And TNO is a key technology provider to those development projects. This market is starting to emerge, so it's not just in space, but also on ground and even moving vehicles, even underwater. Some of arguably the most complicated machines in the world are delivered from the Netherlands. And there's a fantastic manufacturing infrastructure to support that. And I think that's how we are going to be effective in the marketplace, building upon that know-how on industrializing complex high-tech equipment and bringing it to the market in series. Ik denk echt dat er een potentie zit voor Nederlandse bedrijven van een paar miljard euro omzet. Inmiddels werken wij weer aan de volgende stap, het verbinden van kwantumcomputers. Als je kwantumcomputers met elkaar wil verbinden, creëer quantum internet. Als het over lange afstanden moet, heb je daar ook weer een ruimte nood voor nodig. What you can see throughout the TNO, in whatever unit and to whoever you speak, everybody actually is working for TNO because they want to help the society, they want to impact our future in a good way. It makes me proud when I think that I work on a project where something is orbiting around the Earth. I think that's really extraordinary. Well, I like working on this. Yeah, absolutely. I won't be satisfied until we're really having that genuine impact, both economically and operationally for our customers. Ik denk dat ik het mooiste vindt om bij TNO te werken, naast het maatschappelijke waar je natuurlijk aan werkt, is de ruimte om je eigen carrière zo in te richten dat je alle kansen kan pakken. En dat vind ik echt prachtig.